Lisa, goedemorgen. Goedemorgen Niels. Het is 8:00 in de ochtend en wij zijn er wel heel vroeg bij op deze zaterdag. Het wordt wel een hele bijzondere zaterdag. Ja. Hoe lang heb jij moeten rijden om hier te komen? 1,5 uur. Mijn wekker ging om 4:15. Dat op een zaterdag. Dat is pittig, dat is pittig. Ik woon wat dichterbij, want waar zijn wij? Ja, wij zijn op de Linksvelly, vlakbij Ermelo. Normaal gesproken spelen wij met de vlog de baan op. Spelen wij gewoon wanneer het ons uitkomt. Maar vandaag is het anders, want wij zijn te gast in de Maandbeker. Een shotgunwedstrijd. Heb je dat wel eens eerder gedaan? Nee. Ik heb deze baan al langer willen spelen voor de vlog, maar het kwam er iedere keer niet van. Vooral, en er zit natuurlijk bijzonder verhaal aan deze baan, het is een 9-holes baan, maar we spelen vandaag 18 holes op allemaal verschillende afslagplaatsen. Dat is wel heel leuk. Nou, welkom allemaal. We gaan weer van start met de eerste maandelijkse ronde. Als ik een mooi temperatuurtje, lekker weer om te volgen volgens mij. Dus er zijn eigenlijk twee dingen wat zo meteen belangrijk is. Is dat we zo meteen allemaal om 8:30 starten. Ongeveer. Wat win je als je de Maandbeker wint? Te goed voor de golfshop. Oké, heel goed. Ja. Oké, dus geen plekje op parkeerplaats? Nee, dat doen we weer niet aan. Nee. Dat zie je wel op heel veel banen inderdaad. Ja. Maar hier is het gewoon vechten voor een plekje. Okay. Ook al win je. Heel goed. Daar staat het bordje, hole 1. Wij gaan straks spelen 18 holes op de Linksvelly. En dat is best wel bijzonder eigenlijk, want het is een 9 holes baan. Maar het is een reversible baan, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat de 9 holes ook kunnen omgedraaid worden. En je hebt hier dan 18 afslagplaatsen en 10 greens. Ja, misschien een beetje ingewikkeld, maar het werkt wel en het is ontzettend leuk. Je speelt de baan dus van meerdere kanten. En dat gaan wij vandaag meemaken in deze Maandbeker. Ja, reversible is gewoon omdraaien. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Wij spelen altijd Texas Scramble, maar nu, Lisa, wordt het dus gewoon strokeplay. Ja, dus wij doen gewoon echt mee met de Maandbeker. Ik dacht dat wij gewoon tussendoor een beetje balletjes slaan. Maar nou moet ik ook winnen ook. Nee, winnen is belangrijker dan meedoen. Duidelijk. Nou ja, ik zal eens kijken of jij straks op het podium staat hier. Ja, we gaan ervoor. Kijk eens. Dat is een lekkere drive. Oeh, is wat te hard. Je moet even wakker worden. Ja. Ja. Wat heb je opgeschreven op deze par 3? Een 4, bogey. Nou, keurig. Dat is goed voor mij. Ja. Daar ligt mijn bal dus tegen een boom aan. En dan zou je misschien denken, hey, bomen op een linksbaan, dat kan helemaal niet. Ja, het heet wel de Linksvelly en natuurlijk nee, het is niet een echte linksbaan volgens alle specificaties. Maar het speelt echt wel als een linksbaan. Straks daar meer over. Een van de dingen waardoor de Linksvelly echt wel linksachtig speelt, zijn de hoogteverschillen. En eigenlijk het af en toe volledig niet weten waar je heen moet en wat de afstanden zijn. Wat eet jij nou? Een koek. Zit jij gewoon suikers te eten in de baan? Maar jij bent toch een soort van topsporter. Jij weet toch dat dit niet de juiste voeding is, Lisa? Kom op. Ja, wel voor concentratie. Dan blijf ik er in ieder geval bij. Het is wel goed trouwens hier op deze hole. Want deze hole die we nu gaan spelen, die par 4. Ja, het is maar 280 meter. Maar het is echt zo moeilijk om weer in te zien waar je heen moet. Waar de hindernissen liggen, et cetera. Moeilijke, goede holes kunnen best heel kort zijn. En dat bewijst de Linksvelly. Een van de kenmerken van deze linksbaan en van wel andere linksbanen is zo'n paal midden op de fairway. Dat geeft aan dat je daar overheen moet. Is jou opgevallen, Lisa, dat de baan best wel heuvelachtig is? Ja. Best wel, hè? Zo, vooral nu dit stukje. Zal ik de camera eens even omdraaien? Moet je kijken waar we heen moeten. Zo'n heel conditiespel dit zo. Ja, zeker weten. Maar het is wel het uitzicht waar. Het is mooi hoor. Leuk hè? Moet je maar eens om je heen kijken. Op de green. Dat is jammer. Achter ons, daar staat een flight die net voor ons liep. En die startte nu weer aan hole 10 op de fairway waar wij net zijn geweest. Best wel gek, maar het werkt wel. Volgens mij is dit een goede start. Ja, dit is een goede start en het is eigenlijk
ik weet niet hoe het op beeld overkomt, maar voor ons hier, dit is best wel heel moeilijk. Want alles wat rechts valt, loopt naar beneden weer de valley in. Het is echt een hele uitdagende baan om te spelen. Ik denk ook de eerste keer als je hier komt, dan vraag je echt af, waar moet ik heen, wat doe ik hier? Dus daarom, kom vaker op deze baan. De eerste par voor Lisa, heel goed. Nice. Top gedaan zeg. Thanks. Leuk. Ik ben er blij mee. Ja, tuurlijk. Twijfelen welke kant we op moeten. Er ligt daar een bal op de green, maar dat blijkt de Neri te zijn. Dit is leuk. Scan mij. Nou, Lisa. Ik ben hem aan het scannen. Nou, want... Kunnen we zien of we kunnen afslaan of niet? Dat er mensen op staan. Ja, want achter jou is een fairway, alleen je ziet echt helemaal niks. Je ziet echt niet of daar iemand wel of niet loopt en of het veilig is. Er staat niemand. Hey, we zijn nu weer een paar holtes verder weg en ik vroeg net aan jou. Zie jij, merk jij verschil tussen de eerste en de tweede negen? Want we spelen nu dus eigenlijk alles andersom. Ja, ik merk wel verschil in mijn spel. Want ik heb al 3 parren en 1 streep. En dat komt omdat ik een beetje weet waar ik heen moet. En we spelen ook best wel relaxed nu. Ja, hè? Het is, de zon is wat meer doorgekomen. Ja, we zijn warm. Ja, het is al wat gemoedelijker inderdaad, dus, ja. Deze baan is 5 jaar geleden geopend. En in mei hebben ze een lustrum, groot feest dus. En de baan is ontworpen toentertijd door Frank Pont. En dat is gedaan op een voormalige vuilnisbelt. Nou, nu zien we dat wel vaker. En ik heb ook al eens eerder in andere vlogs gezegd hoeveel mogelijkheden en creativiteit je hebt op zo'n terrein als dit. Op geen enkel moment is het saai. En sterker nog, de uitdaging neemt ook niet af. Dus het blijft constant opletten en pittig, maar wel prettig. Goed contact. Beetje naar rechts. En hij is geland. Op de green. Ik heb al 4 parren. Keurig. Dat is mooi, want de vorige keer was ik 10 ballen kwijt. Super goed om trouwens te lezen in de comments dat veel meer mensen daar last van hebben. Maar ik ben er nu nog maar 2 kwijt en ik heb 4 parren. Zie je, er zit vooruitgang in. Ja, goed bezig. Dit maakt het golven leuk. En dan nog een hele goede, maar simpele tip voor de mensen die hier komen spelen zonder afstandsmeter, zoals wij. Er staan paaltjes hè, naast de fairway. Wij moeten op de gouden paaltjes letten, want we lopen de gouden lus. We hadden op de paarse paaltjes moeten letten, want we liepen te straks de paarse lus. Ja. Wat hebben wij gedaan? Zomaar wat. Ja. Ja, ik denk dat hij iets te veel vaart heeft, Lisa. Oh, top. Die gaat weer de andere kant eraf. Jammer. De bal van Lisa is jammerlijk genoeg helemaal naar beneden gerold. En dat is wel een van de dingen wat spelen op de Links Valley moeilijk maakt. Zeker voor mensen die net zijn begonnen of niet zo heel veel spelen. De baan is niet heel vergevingsgezind. Als je eenmaal een foutje maakt, en zeker rond de greens kan dat gebeuren, want je hebt gewoon hele moeilijke lijnen naar binnen. Er is veel hoogteverschil, veel slopes. Dus als je niet helemaal zuiver bent, de bal die gaat zijn eigen leven rollen. En dan wordt het echt heel erg moeilijk. En deze bal die komt ook weer terugrollen. Nou had je dus een afslag waarmee je nog maar 40 meter over had naar de green. Ja. Vervolgens over de green, tegen de heuvel, nog een keer tegen de heuvel. Ja, het liefste verhouding met golf noem je dat. Ah. En het stom is als ik zo meteen weer een goede afslag heb, denk ik, oh, ik wil morgen weer golven. Nou denk ik, laat maar even zitten. Oh. Nou, dat is er wel eentje hoor. Die is ver. Dat is echt ver. Ja, okay. Goed zo. Nee. Dat kan dan weer wel, hè. Hey, top hè, maar dit is allemaal goed geregeld. Ja. Het leuke is, wij noemen ze mee in de maandbeker en dan zit er ook een lunch bij in. En meedoen is niet alleen maar voor leden, maar ook voor mensen voor van buitenaf. Denk je, Lisa? Nou, als het als vrouw en mannen gescheiden zijn, maak ik volgens mij nog best wel kans. Met hoeveel punten? 35 punten. Uiteindelijk derde geworden met 36 punten. Jeroen Brouwer ook. 36 punten. Dat scheelt niet veel. Lisa, het zit erop. Helaas geen prijzen. 35 punten. 1 te weinig voor de derde prijs. Maar ik vind dat je het heel goed gedaan hebt. Ja, ik ook. Ik ben eigenlijk heel tevreden. 18 holes.
reversible. We hebben Noord en Zuid gespeeld op één dag. Wat vond je ervan? Ik vond het verrassend leuk eigenlijk. Ja. Okay. Voor het eerst gingen 18 holes echt vliegend voorbij. Ja. Ik vond vooral de greens heel snel. Ja, dat komt ook omdat de baan is gebouwd op een zandondergrond. En zand neemt heel veel water op, is droog. Ik hoorde jou ook een paar keer in de baan. Het is een harde ondergrond, zeker met wedges. En dat is toch even anders. Een voordeel daarvan is wel dat als het nat is, dat deze baan altijd goed speelbaar is. Dan, Lisa, door naar de prijsvraag. Want ook jij kan kans maken om hier te spelen op deze leuke baan. We hebben de greenfees en we hebben een hele leuke prijsvraag. En jij mag hem stellen. Yes, zoals jullie hebben gezien hebben we meegedaan aan de Maandbeker. Daarbij was ik vrij een van de jongsten. Zeker. En dat is eigenlijk onze prijsvraag. Hoe krijgen we meer jongeren naar de golfbaan? Interessant, interessant. Dat is belangrijk, hè? Ja, zeker. Dat is een goeie. Hoe krijgen we meer jongeren op de golfbaan? Nou, ga er eens over nadenken. Laat een reactie achter onder de video. En uit de leukste reacties gaan wij iemand halen. En die krijgt deze greenfees. Yes. Nou, dat was hem voor ons voor deze keer. Vergeet je niet aan te melden op ons kanaal golf.nl. Dan krijg je nog meer van dit soort waanzinnig leuke video's te zien. Ja, en dan, vergeet de thumbs up niet. Nee, ook heel belangrijk. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende.